Ik heb net 10 minuten voor dit optreden besloten om twee nummers samen te voegen. De eerste is ook met een referentie aan iemand in het publiek. Het nummer heet Numekitepa. Die heb ik heel veel met mijn goede vriendin Lizzie samen opgetreden. En dat is eigenlijk het eerste stuk waarbij ik heel veel ben gaan improviseren. Nou, dramatisch nummer natuurlijk. En daarnaast speelde ik veel in Barcelona. Daarnaast speelde ik ook veel het nummer La Llorona. En die titel Llorar in het Spaans betekent huilen. Dus ja, daar zit wel ook die lekkere dramatiek in. En daarmee gaan we ook door op een Spaanstalige sfeer. Dus die speel ik samen. En dan ga ik denk ik meteen door met een stuk dat heet Medellín. Van Sofiane Palmar. Dat is een jonge, best wel rebelse pianist uit Frankrijk. Die optreedt met grote zonnebrillen en hoedjes en lange jassen. Dat stuk dat heet Medellín en in die stad heb ik 5 maanden gewoond dit jaar. Dus toen heeft het heel veel extra lading gekregen voor mij. Er zit heel veel contrast in van het mooie van Colombia en de rauwe pijn van zoveel recent geweld en misère ook wel. En dan zou ik daarna nog even kort wat vertellen over mijn eigen compositie.